Nee, ik kan er niks aan doen. Ik kan maar beter eretechnisch zijn. Dat ik ga liegen tegen je. Ja, een vriendin van mij die zei tegen me, je moet een kabouter kopen. Dat is gezellig voor als je je eenzaam voelt. Dus ik had deze gekocht in het tuincentrum. En het was heel gezellig gisteravond. We hadden echt heel veel plezier. En ik had wat lekker eten gemaakt. En toen, ja, je praatte met elkaar. En dan geeft dan niet geen antwoord terug. Maar je hebt toch het gevoel dat je gelukkiger bent. En toen hebben we samen nog gisteravond naar het spijt me gekeken. En toen, nou, toen ging ik naar bed. En toen werd ik vannacht wakker. En toen stond hij naast me en ik schrok me dood. Hij was veel te groot. Ik dacht, oh god, nu gaat het gebeuren. Opsporing verzocht. Maar toen sliep ik weer in en toen begon ik echt te dromen. Toen droomde ik echt dat hij hele rare dingen deed. Met name dit stukje van zijn mutsje. Dit stukje. Nou, toen werd ik echt gillend wakker. Begon ook te zweten. Ik sloeg uit en ik begon te schuimen. En ja, tussen mijn benen ontstond weer een geel-groenige substantie. En toen dacht ik, nu kun je beter maar gewoon proberen om hem te ruilen voor een kleinere. Wat is ook gezellig, alleen je hebt niet het gevoel dat je je 's nachts onveilig voelt in je eigen bed. Ja, ik ben wel weer terug bij Bob, maar we bouwen het heel langzaam op, hè. We hebben nu een latrelatie. Hij zegt, dat is heel modern. Dat doen we dan ook. We latten. Ik weet niet wat het is, maar ik vind het wel heel gezellig. Zo, dan gaan we, hè. Ga ik je ruilen? Gaat mama je ruilen? Ja. Nee, je moet wel blijven lachen. Kom op. Ik weet zeker dat er een nieuw baasje komt, hè, die jou meeneemt. Zo, hou vast. Hou, me goed vasthouden. Me goed vasthouden. Dan gaan we. Nee, goed vasthouden. Goed vasthouden. Ja. Goed, goed vasthouden. Goed vasthouden. Ja, ik kan wel blijven doorgaan om te proberen me staan te houden op een brommetje. Maar ik ga gewoon. Ik doe gewoon eens gek. Ik doe gewoon eens gek. Nee, niet doen, niet doen, niet doen. Nee. Ik ga taxi bellen. Dankjewel. Ja hoor, ik zie. Het is de eerste keer dat ik in een taxi zit. Ja, het is de eerste keer. Goedemiddag. Ik zeg dat het de eerste keer is dat ik in een taxi zit. Oh. Ja, ik heb nooit in een taxi gezeten. Oh, hoe gaat u dan normaal? Met brommen, ik had brommenpech. Brommenpech? Ja, de brommenpech. Oh. Ja, brommenpech, ja. Ja, voor mij is het trouwens de eerste keer dat ik iemand met een tuinkabouter in de auto krijg. Ja, nou, ik ga die allemaal met de tuinkabouter op stap, hoor. Ik ga hem ruilen. Ik ben nogal een beetje bang van hem geworden. Ik dacht steeds dat hij zei, ik wil een nummertje maken. Ik wil een nummertje maken. Ja, dat was natuurlijk niet zo, hè. Nee, nee, hoe komt u daar zo bij? Nou ja, ik heb een beetje. Droomt u slecht? Ja, ik droom nogal, ja. 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 Ik heb, ik ben getrouwd geweest, hè. Ja. Maar ik ben weer, mijn man Bob en ik zijn weer bij elkaar. Althans, we doen een latrelatie. Ja, en lukt dat? Ja, ja, dat zegt hij wel, dat heel erg lukt. Maar wat u betreft lukt het niet? Nee, ik weet geen eens wat een latrelatie is. Nou, dat is dat je ja, apart woont, hè. Dus ja, het komt van het Engels, living apart together. Living apart together? Ja. Wat houdt het dan in, living apart together? Nou ja, dat je dus niet samen woont, maar wel een relatie hebt. Dus dat, ja, tenminste, ja, dat moet u toch weten. Ik heb geen latrelatie. Nee, maar ik heb... Kunt trouwens uw helm afzetten, hoor, want u zit in de taxi. Ja. Zo, hij is af, hoor. Ja. En mijn moeder heeft dus de oorlog meegemaakt, hè.
Ja. Die stond aan de verkeerde kant, 5 jaar lang. En mijn... Dat begint het. Hè? Dat begint het al met ja. Ellen. Nee, heel erg verkeerd niet zeggen. Momentje hoor. Ja hoor. Ja. Dan zitten we dan. Zitten we dan. Ja. Het raampje een stukje open. Mag ik het raampje een stukje open doen? Meneer de taxi, mag ik het raampje een stukje open? Mag ik het raampje een stukje open? Ja, hoor, ja, is goed. Het is een beetje warm. Ja. Zo. Moet u niet betalen voor benzine? Ja, nee, dat is op de. Hoe heet het? Daar heb ik een bon voor. Ja, ik kan rustig betalen, ik heb alle tijd. Ik heb alle. Het is al een soort uitje. Ik ben al met mijn taxi geweest. Nou ja, als u alle tijd hebt, dan kan ik ook wel even mijn auto wassen eigenlijk. Denk ik ineens. Ja, tuurlijk, ik ga het lekker uit te wassen, maar mij niet uit. Nou, ik dat was spannend. Ik heel, vind ik heel vriendelijk van u. Ja. Ik heb hem nooit een auto gewassen. Ik heb altijd een brommetje, maar die ga je niet wassen. Nu nee, was ik nee, zelf nee. Van, hè? Leuk, even een slingertje. Voordat je dan weer terug naar al je kaboutervriendjes in tuin zet, dan kun je toch zeggen, ik een plekje om even in een auto gewassen. Taxi, ik krijg het raampje niet dicht. Zit vast. Ik krijg het raampje niet dicht. Ik versta u niet. Maar ik krijg het raampje niet. Ik krijg het raampje niet. Ik krijg het raampje niet. Het is niet leuk. Het is helemaal niet leuk. Ik krijg het raampje niet. Ik krijg het. Het is niet leuk. Het is gewoon niet leuk. Ik krijg het raampje niet. God, ik krijg het raampje niet. Doe dat raam dicht. Maar ik krijg het dan moet u gewoon omhoog draaien. De hele auto moet dan. Sorry. Gaat het nog, mevrouw? Gaat het nog?